Dank u wel, voorzitter. Nee, ik zei dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de attentie dat ik geen fouten maak daarin, fractievoorzitter. Voorzitter, de regering voert uit. En de regering voert uit met de steun van het debat in het parlement. En soms zijn die debatten verhit. En dat is ook begrijpelijk, omdat wat door ons volk gaat niet makkelijk is. Maar tegelijkertijd vinden we in de debatten zoals die ook vandaag gevoerd worden een heleboel goede voorstellen die we meenemen en die ons steunen om het beleid te voeren. En soms lijkt het in de hitte van het debat alsof we tegenover elkaar staan, voorzitter. En voorzitter, als we zien wat we overeenkomen, dat zal vandaag ook blijken met de voorstellen die komen uit het parlement, dan is het wel degelijk zo dat er consistent beleid is, dat er grote overeenstemming is tussen regering en parlement in beleid, dat we het er beide over eens zijn dat het niet makkelijk is en dat we het draagbaar moeten houden en dat het goed is dat we vanuit het parlement ook regelmatig horen van regering, let op, let op, let op, laat niemand uit de boot vallen. Voorzitter, ik dank uw parlement, alle leden, aan beide kanten, voor de bijdrage die ze hierin geleverd hebben, ook vandaag. Voorzitter, de discussie is, kunnen we de koers stabiliseren? En ik zeg daarop volmondig ja. Ja. Ik zeg dat op basis van ervaring, omdat we het in het verleden ook gedaan hebben. Ik zeg dat op basis van de wilskracht die er is en de kennis die er is om dat te doen. Die wilskracht bij u in het parlement, bij de regering, maar vooral bij het volk van Suriname. Ons volk heeft in eerdere fases de offers gebracht om koersen te stabiliseren en om de economie te herstellen. En ik vertel dat vaker aan mensen die daar dat onvoldoende weten. Dat wij het volk zijn, dat wij deel van het volk zijn dat in staat is om van niets iets te maken. Dat is wat wij in onze genen van de voorouders hebben meegekregen. Dat ze met niets kwamen en iets hebben gemaakt van dit land. En dat wij vandaag de verantwoordelijkheid hebben om dat door te zetten. Voorzitter, betekent het dat morgen alles in orde is? Nee, het gaat even duren. Het duurt. Elke dag dat het duurt, voelt als te veel aan. En dat is ook begrijpelijk, dat is ook terecht. Het is niet morgen allemaal opgelost. Maar we zijn op het goede traject. En een van de belangrijke woorden die vandaag in uw college regelmatig gevallen is, is het woord vertrouwen. En dat vertrouwen bouwen we op door een goed debat hier met elkaar. Door de bewuste poging om elkaar te vinden hier vandaag. En ook naar onze gemeenschap toe uit te stralen, volhouden. Wij zijn leiders, wij willen voorgaan in, ook in het brengen van de offers. Voorzitter, en die grote overeenstemming tussen regering en parlement is niet mooi. We hebben dit parlement als belangrijke partner meegekregen toen wij het herstelplan schreven. En een tweede thema dat hier vandaag belangrijk aan de orde is geweest en in het herstelplan wel voorkomt en in het IMF-programma niet, is productie. Ik zeg dat niet als verwijt naar het IMF, omdat het IMF een beperkte scope heeft en een beperkte reikwijdte. Ik zeg het om ervan bewust te zijn en erkenning te geven dat wat wij hier met regering en parlement besproken hebben,
dat wat besproken is met alle maatschappelijke groepen, zo ook met het parlement en de commissie, maar ook bij de president in de afgelopen anderhalve maand, dat dat inzicht verder gaat dan de reikwijdte, dan de IMF wil en kan doen. Wij gaan een stukje verder. Het is ons land. Met of zonder IMF. De maatregelen, die gaan we treffen en we gaan het ordenen. En voorzitter, we zijn op de goede weg. En het is waar. Kan de communicatie beter? Ja. Maar is er nul communicatie? Dat is niet waar. De communicatie met vakbeweging is ingesteld. Er zijn zaken die zorg geven. Hoe kun je beter helpen? Die ruimte is smal. De communicatie met het bedrijfsleven is geopend. De communicatie met de gemeenschappen, ook met de banken zijn geopend. Met de gemeenschap, de president heeft in de afgelopen anderhalve maand vrijwel met iedereen gepraat. Met elk deel van deze gemeenschap. Heeft de centrale bank met de cambio's en met de banken gepraat? Ja. De resultaten van die gesprekken zijn dat er tussen de centrale bank en de particuliere banken en de centrale bank en de cambio's hele grote overeenstemming is over het beleid dat gevoerd moet worden. Ook over die moeilijke maatregelen waar we vandaag over gepraat hebben. Voorzitter, ik zeg dit niet voor mooi mooi. Ik zeg dit niet om credit te zoeken. Ik zeg dit om te zeggen dat in ons land al die delen die mede verantwoordelijkheid dragen voor dit land, meewerken, meebouwen. Elke keer als er overeenstemming bereikt is, elke keer als er een gesprek geweest is en de banken en de centrale bank hebben elkaar gevonden, is er een stap vooruit gezet. Als de cambio's met de centrale bank overeenstemming bereiken en zeggen, centrale bank, behalve één punt, dit punt willen we anders met u regelen, zijn er stappen vooruitgezet in de verbetering, in de vooruitgang van dit land. En voorzitter, die stappen ook vandaag in uw parlement, die zijn gezet. Het is niet zo dat, en wat hebben we gedaan in het herstel van de macro-economie? Die dingen moesten gebeuren, die dingen doen pijn. We hebben monetaire financiering stopgezet, we hebben de begroting in evenwicht gebracht. En het in evenwicht brengen van de begroting betekent ook die brandstofprijs loslaten, het doet pijn. Voorzitter, maar die brandstof subsidiëren op de manier zoals we dat vorig jaar gedaan hebben, is een van de belangrijke oorzaken geweest waarom die koers zo gelopen is. De kredietverlening door de banken, die in 2022 uit zijn voegen gegroeid is, daar zijn de banken het met ons over eens dat het anders moet. Dus we gaan dat indammen. Wij weten dat vanuit de begroting, ook als we leningen uit het buitenland krijgen, als we alles te snel doen, krijg je heel veel omzetting van vreemde valuta, SRD's, en je krijgt een verstoring van je lokale markt, van je SRD's, en daardoor ook je valutamarkt. De nota die wij u hebben aangeboden, die nota legt uitvoerig uit wat de oorzaken zijn en hoe we die oorzaken gaan oplossen, die problemen gaan oplossen. Voorzitter, en terwijl die maatregelen moeilijk zijn, is er opvang aan sociaal beleid geweest. Ik heb u in de vorige ronde cijfers genoemd. Heel veel sociale opvang. De vier traditionele sociale opvangmaatregelen. Maar daarnaast nog additionele. En het is niet juist om te zeggen dat die voorziening van die 1800 SRD niet in werking is. Ik denk dat tussen de 11.000 en de 15.000 mensen reeds dat krijgen. En de bedoeling is dat het ingefaseerd wordt, zodat tot en met eind juni iedereen in aanmerking is gekomen om die faciliteit te krijgen. Het wordt ingefaseerd, het is vrij groot. Het is nieuw beleid, het is vrij groot, het is complex. Maar het is niet zo dat het niet gestart is. Het is wel gestart en het geeft mensen hoop. Wat hebben we verder gedaan, voorzitter? Er waren achterstallige betalingen aan bedrijven, kleine lokale bedrijven, van 2,5 miljard en meer. Een belangrijk deel van die gelden zijn betaald, hebben afgelost voor kleine bedrijven, omdat ook die bedrijven het recht hebben. Het is geen sociaal agendapunt, maar het is wel degelijk belangrijk dat die bedrijven niet verloren gaan voor het land. Dus we hebben
gekeken om die te betalen. En die achterstanden zijn nu nog 600 miljoen ongeveer. Die gaan we ook betalen. We gaan kijken of we ze dit jaar nog kunnen inlopen. Dus we hebben en de moeilijke maatregelen getroffen. En de sociale opvang. En wat heel belangrijk is uit uw college vandaag, voorzitter, is productieverhoging. Dat er zoveel nadruk op gelegd wordt. Het is belangrijk. Voorzitter, als we horen wat er in de wereld gebeurt, is er overal in de wereld crisis. Wij komen net van een IMF-vergadering. De voorspelling is dat de inflatie hoger gaat zijn dit jaar. Dat de voorspellingen van rentevoeten hoger zijn. Dat de prijzen van voedsel, dat de onzekerheid groeit. We zien dat prijzen van voedsel stijgen in de wereld, ook bij ons. Voorzitter, die crisis is overal ter wereld. Het is misschien een stukje erger bij ons. Maar het is zo dat het ook in de rest van de wereld zo is dat men moeilijkheden heeft. Dat voedsel duurder aan het worden is en het gaat niet goedkoper worden. Maar elke crisis, zou het Dijkstil zeggen, elke crisis is ook een kans. Dit is de kans voor ons om, voorzitter, om inderdaad te doen wat uw parlement iedere keer zegt, wat al die groepen ook aan tafel van de president gezegd hebben, voer die productie op. En laat me u vertellen, het is helemaal waar. En we hebben deze kwestie besproken met het IMF. Ik geef u een klein beetje een opening in de discussies die we met het IMF gevoerd hebben. Het IMF is van mening, nee, je zit nog in de stabilisatiefase. Geen geld stoppen in de productie opvoeren, want dat gaat weer een heleboel geld in de economie brengen. En dat gaat weer de koersen doen stijgen en de prijzen doen stijgen. En wij hebben gezegd, nee, wij praten uit ervaring. Uit het verleden hebben we gezien dat de kennis aanwezig is, met name in de agrarische sector. Dat de mensen aanwezig zijn, dat de capaciteit aanwezig is om die agrarische sector snel op te pakken. En dat mensen in crisissituaties daaruit een bumper hebben gevonden. Dat die crisis minder erg was. Het gaat niet op de eerste plaats om een heleboel geld erin pompen in de economie. Het gaat er op de eerste plaats om dat we steun geven aan mensen die in die situatie de productie weer willen oppakken. En wij weten uit de jaren 80 en 90, toen die crisis er ook was, toen die vergelijkbaar was, dat mensen in leidingen weer probeerden om rijst te planten, dat het ook echt weer gebeurde. Dat mensen die al lang weg waren uit de landbouw, ernaartoe teruggingen en die crisis oppakten. En een van de voorstellen die in uw college gekomen is, van kan die kasreserveverkrapping, kan je dat niet voor productiestimulering inzetten? Dat voorstel is een uitstekend voorstel. We hebben dat met het IMF doorgepraat en gezegd, wat de centrale bank wil doen, is inderdaad die kasreserve met 5% inkorten en de helft daarvan beschikbaar stellen, zodat je en met die 2,5% kasreserve de liquiditeiten verkrapt en tegelijkertijd de productie stimuleert, terwijl je netto de liquiditeiten hebt verkrapt. Het IMF begreep dat niet. Dus wij moesten uitleggen. Wij moesten uitleggen. Toen kwam het, moet de centrale bank dat doen. Maar voorzitter, ook hier zeg ik u, ik zeg dit niet als blow naar niemand, ook niet naar het IMF. Ik zeg dat wanneer wij naar die instanties gaan en praten met ze, dat wij met de ervaring uit het verleden praten. Dat we niet de theorie vertellen. Dat we vertellen wat we reeds meegemaakt hebben. Dat we vertellen de successtories van onze ouders. Van hoe zij het opgelost hebben. En hoe wij ook zien dat het oplosbaar is. En voorzitter, dus als zij het niet begrijpen, hebben wij de taak om het door te blijven uitleggen. Want dit is wel een maatregel die we moeten treffen. En als het niet via de kasreserve kan, we gaan het doen omdat wat in dit college vandaag sterk aan de orde geweest is, als er één begrip is geweest dat belangrijk is geweest vandaag, productie, dan het is fundamenteel en het is fundamenteel waar wat hier gezegd is, die productie. Economen hebben gerekend aan ons land 2 maanden geleden en ze hebben gezegd met stabiliteit alleen kom je er niet. Je moet die productie meenemen. Ze hebben groot gelijk, niet alleen de economen hebben gelijk, voorzitter. Voorzitter, dit parlement heeft gelijk om dat te zeggen en ons volk heeft gelijk. Omdat ons volk weet uit ervaring dat daar
de oplossing in zit. En voorzitter, ook hier, de regering put grote steun uit de wijze waarop het debat vandaag gevoerd is. Voorzitter, er zijn concrete voorstellen gedaan. Ik wil nu kort ingaan op zo goed mogelijk op de concrete voorstellen en dan mijn deel van mijn optreden afronden. Voorzitter, kunnen de OMO's afgebouwd worden en kan gewerkt worden aan alternatieve instrumenten om hetzelfde doel te bereiken, zoals staatsobligaties, certificaten, gold bullions. Voorzitter, de OMO's zijn geëvalueerd en aangepast. In principe zijn open marktoperaties is een soort verzamelbegrip en het behoort tot het instrumentarium van centrale banken. Dus om te zeggen van bouw het af, ik denk, er zijn evaluaties geweest. Kijk als het aangepast moet worden, we gaan daarin mee. Kijk of en de centrale bank is daarmee bezig. De rentes zijn al terug naar 30%. Die nota geeft dat ook goed aan en legt uit wat daar gebeurd is. Maar de centrale bank is ook bezig om die alternatieve instrumenten te ontwikkelen. En ik denk dat hier een van de punten is waar de bank en het parlement elkaar goed vinden in de voorstellen. Niet helemaal één op één, maar toch in verregaande mate dat je kunt zeggen het parlement en de centrale bank zitten goed op dezelfde lijn om alternatieve producten te ontwikkelen die makkelijker en sneller werken. Minister, mag ik u even onderbreken? Ik zie de voorzitter al in de zaal en dan vraag ik hem om de hamer over te nemen. Ja, minister, u kunt vervolgen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, verder is gezegd, kan de regering treft voorbereiding om het traject met SGS weer op te pakken. Dat is dus pre-controles. En het voorstel is om te beginnen met post-shipment controles. Het advies is, begin daarmee, dat is makkelijker, dat kan al gebeuren. Voorzitter, wij nemen dit advies van uw college mee. We gaan starten met de post-shipment controles. Voor zover die er al zijn, gaan we kijken hoe dat verbeterd kan worden. Intussen gaan we wel doorgaan met de voorbereidingen om de pre-shipment controles goed voor te bereiden. En ervoor te zorgen dat en ze goed te discussiëren met de sectoren. En dan beheerst in te voeren als de tijd daartoe gekomen is. Voor wat betreft de BTW, er zou een commissie moeten komen voor evaluatie en monitoring. Die commissie zou tripartiet zijn en zou de eerste 6 maanden van BTW moeten evalueren. Voorzitter, dank voor de reminder. Dit staat inderdaad in de wet. Bij de Belastingdienst is voor BTW wel op werkniveau een BTW-implementatieteam ingesteld. Dat implementatieteam werkt. Ik ga u zo direct wat nadere informatie geven. Ook cijfermatig. Dat werkt, maar uw college heeft gelijk. Die presidentiële commissie moet ingesteld worden zoals bij wet geregeld. We gaan dat op korte termijn doen. De meeste namen die daarin gevraagd worden, het is tripartiet, die hebben we reeds. Dus wij zeggen toe dat op korte termijn gaat plaatsvinden. Vindt er belastingonderzoek plaats bij de multinationals? En wanneer heeft dat voor het laatst plaatsgevonden? Bij Rosebel Gold Mines heeft in 2007 en 2013 zijn er controles geweest voor loonbelasting en inkomstenbelasting. In 2020 is een deelcontrole inkomstenbelasting aangekondigd bij dit bedrijf. Maar dat bedrijf heeft voor mij op dit moment onduidelijke reden daar geen medewerking in verleend. De kantoortoetsing vindt wel jaarlijks normaal plaats. En ook voor Newmont, de kantoortoetsing vindt jaarlijks normaal plaats. De vraag is gesteld, de oliemaatschappijen zijn een van de belangrijkste vragers op de markt van vreemde valuta. DNA vraagt naar onderzoek. Voorzitter, hierop kan ik zeggen dat als u die grafieken bekijkt in de nota, dat u zult zien
dat het niet de importeurs zijn van olie die de grootste vragers zijn naar vreemde valuta. De categorie overige is de grootste categorie geworden. Overige importeurs. Maar daar zit dus ook in het gebrek aan vertrouwen. Het punt van vertrouwen is daadwerkelijk belangrijk. Wij hebben met z'n allen de taak om dat vertrouwen terug te brengen. En dat gaat ook gebeuren. Voorzitter, ik voel aan dat uit uw college wordt gezegd, onderzoek of er bij de oliemaatschappijen, als alle belastingen goed betaald worden, als er geen sprake is van transfer pricing, wij gaan kijken wat we aan informatie kunnen inwinnen en hoe we u die informatie kunnen geven op dit punt. Kunnen we de importen van brandstofvergunning plichtig stellen? Voorzitter, we gaan dit onderzoeken. We willen niet direct ja of nee hierop zeggen. Laten we onderzoeken. Laten we goed nagaan wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. En laten we terugkomen bij uw college met een goed antwoord hierop. Voorzitter, hoeveel importen van brandstof en wat gebeurt ermee? De behoefte op de lokale markt is, ik dacht, 40 miljoen liter per maand. 20 diesel, 20 gewone brandstof. Een deel gaat naar... Eigenlijk moet ik dit voorbereiden zodat ik u exacte cijfers kan geven. Het is wel zo dat met de verhoging van de brandstof, met het loslaten van de brandstofprijzen, dat het gebruik aanmerkelijk verminderd is. Maar het risico van smokkel is niet weg, omdat in de buurlanden het prijsverschil met de buurlanden nog heel, heel erg groot is. Voorzitter, de voorstellen zoals gedaan met betrekking tot dredging fee, ik vind dat uitermate goede voorstellen en ik begrijp ook de bedoeling daarachter. Je kunt daarmee je exporten aantrekkelijker maken. Voorzitter, wij willen dit meenemen en onderzoeken op haalbaarheid. Wij willen u daarover nader informeren. Wordt er niet gediscrimineerd bij de ontheffing? Bij de retentieregeling is het geen discriminatie van lokale bedrijven. Voorzitter, de multinationals, de grote bedrijven, hebben bij wet geregelde voorzieningen die de lokale bedrijven niet hebben. Dus het kan inderdaad zo zijn dat het gevoel is dat er met twee maten gemeten wordt. Aan de andere kant is het zo dat die grotere bedrijven niet trekken op de lokale markt van vreemde valuta. Dit moet bekeken worden. Er zit een bepaalde logica achter, maar we willen dit bekijken. Voorzitter, vrijstellingen. Wat doen we met die vrijstellingen? Bij beschikkingen werden vrijstellingen gegeven. Die beschikking is verlopen per 7 april. En voorlopig wordt die niet verlengd. We hebben met het bedrijfsleven afgesproken. We gaan evalueren hoe dat werkt in de sector. En we gaan zorgen dat vrijstellingen op een meer rechtvaardige wijze plaatsvinden. Zodat en de samenleving geholpen is. Maar ook het bedrijfsleven ook. Dus dat het bedrijfsleven het gevoel heeft van rechtvaardigheid. Maar dat ook de fiscus een rechtvaardig deel heeft. En dat het gevoel is dat er een rechtvaardig stelsel is. Dat wordt uitgevoerd. Ook hier, de vrijstellingen voor multinationals is in de overeenkomsten geregeld. En die kun je niet zomaar openbreken. Wij gaan technische assistentie aanvragen. Ik heb de vorige week met de Wereldbank in Washington gepraat en gezegd, help ons om deze kwestie van vrijstelling, om daar meer inzicht in te krijgen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. We gaan vrijwel zeker met meer multinationals zaken doen. Help ons met de capaciteit om dit soort zaken goed geregeld te krijgen. Wat zijn de inningen van de BTW tot nu toe? Januari 199 miljoen, februari 248 miljoen, maart 309 miljoen en tot en met 17 april 105 miljoen. In totaal BTW 861 miljoen, totaal restituties 102 miljoen en per saldo 760 miljoen BTW. Dus niet de norm die we willen. Het is minder dan wat we verwachten, maar het is veel meer dan wat we tot nu toe aan omzetbelasting binnenhaalden.
Bovendien werkt de Belastingdienst aan versterking aan capaciteit met CARTAC. CARTAC is de regionale unit van het IMF die assistentie biedt aan landen in dit soort situaties. CARTAC helpt ons. De United Nations Development Program helpt ons met capaciteitsontwikkelingen. Die zijn deze week gearriveerd voor 18 maanden om een aantal dingen te doen. Onder andere ook heel duidelijk om ervoor te zorgen dat integriteitskwesties worden opgelost. Integriteitskwesties, corruptie, voorzitter. Dat we daar aandacht aan geven en dat oplossen. Er is samenwerking met het bedrijfsleven om de BTW beter op de rails te krijgen. Vanaf deze week gaat de Belastingdienst de straat op om met bedrijven samen te werken in het veld. Voorzitter, dat zijn goede zaken. Dat zijn zaken die nog niet direct vertaald zijn in betere cijfers, maar het vooruitzicht is dus niet somber. Voorzitter, wij gaan graag mee met het voorstel van uw college om die ordening van de goudsector voor te laten gaan voordat we een nieuwe verhoging naar 7,5% overwegen. Kijkt u, die goudsector is verhoogd in een aantal stappen. Hij zit en kort geleden van 4,5% naar 5,5%. Wij denken dat het voorstel zoals dat komt uit uw college, evalueer eerst hoe dat werkt. Werk aan die ordening en bekijk daarna of die 7,5% daadwerkelijk effecten gaat opleveren. Wij danken uw college voor dit voorstel. Dit is een goed voorstel, nemen we graag mee. Kunnen we de OMO-inschrijvingen per bank ontvangen? Voorzitter, het bankgeheim speelt hier. Als uw college persisteert, als uw college er echt prijs op stelt en zegt van wij hebben dit echt nodig om inzicht te krijgen. Voorzitter, wij zullen de banken vragen of zij willen meewerken dat het bankgeheim op dat stuk wordt gelicht. En als zij dat willen doen, krijgt u de informatie. We zullen dat met de banken doornemen. Voorzitter, even kijken, nog een paar details. Grondconversie, hoe verantwoord je 500 miljoen? Voorzitter, we zijn heel conservatief geweest met die 500 miljoen. We hebben maar een klein gedeelte van wat mogelijk is bij grondconversie, hebben we meegenomen. Dus wij denken, onze inschatting is dat er veel meer mensen... Het bedrag komt van 2 miljard. We hebben gezegd, begin niet met 2 miljard, begin met 500 miljoen. Laten we beginnen om dat binnen te halen. Als dat binnen is, gaan we kijken hoe we de rest verder. Dus we bouwen wat dat betreft zekerheden in. Het is dus conservatief berekend. Fiscale amnestie, dat is een uitstekend voorstel. Wij nemen dat voorstel graag mee naar de Belastingdienst. Geef de mensen voor hele lange... En ik denk, de Belastingdienst denkt er zelf over na. Laat mensen die hele oude, lange, hele kleine bedragen hebben... Kijk of je dat niet kwijt gaat schelden en zegt, oké, we maken een nieuwe start. De Belastingdienst werkt daaraan. Dank u wel voor een heel goed voorstel, ook hier. Voorzitter, de importen ontmoedigen. Ook hier een voorstel uit uw college waar we mee kunnen gaan meenemen. Omdat inderdaad, je wil niet tegen internationale regels inkomen door verboden te gaan opleggen. Je wil ontmoedigen, je wil je lokale productie stimuleren. Doe dat binnen de kaders van de wet. En ik denk dat wat hier voorgesteld wordt via accijnzen een opening is om dat op een goede manier te doen. Wij nemen dat voorstel graag mee en willen u graag de volgende keer daar rapportage over doen. De kwestie van koersen is uitgelegd in de nota. Laat me zeggen, voorzitter, de voorstellen zoals gedaan door de president op 28 maart met betrekking tot vreemde valuta, als u die voorstellen leest, zult u bij al die voorstellen lezen, verschaf onderliggende documentatie. Verschaf onderliggende documentatie. Verschaf onderliggende documentatie. Verschaf onderliggende documentatie. Wissel je geld bij een door de centrale bank geaccrediteerde bank of cambio. Nergens heeft de president voorgesteld een verbod op dit, een verbod op dat. De president heeft een pleidooi gehouden voor wet en recht. Een pleidooi voor legalisatie van de illegale markt in vreemde valuta. De president heeft een pleidooi gehouden op 28 maart in het kader van anti-money laundering en counter-terrorism financing.
En dat is de uitleg, want ook binnen het IMF wordt hier groot misverstand over. Dat is de uitleg die we het IMF ook gegeven hebben. De president heeft nergens een verbod opgelegd. De president heeft gezegd, wat je doet, binnen wet en recht. Binnen het kader van wet en recht, in lijn met anti-money laundering, in lijn met CFATF. En voorzitter, onderdeel daarvan is dat de absolute vrijheid die in de wetgeving in 1994 en 2004 gegeven, 1992 en 2004 gegeven is op het deviezenfront, dat die absolute vrijheid, dat die ingeregeld moet worden. Dat die beter ingeregeld moet worden. Voorzitter, bondholders, wat is de stand van zaken? We hebben twee gesprekken in Washington gehad met de bondholders. Die gesprekken waren uitermate goed, positief. Wij denken dat er stappen vooruit gezet worden. En wij, zodra daar meer nieuws is, zullen wij uw college daar onverwijld van in kennis stellen. De kosten van Lazar, dat contract is naar u toegestuurd. Iedereen kan dat nalopen. Voorzitter, ik heb denk ik alle vragen beantwoord. Ja, goed. En ik dank u voor de aandacht. Ja, dank u wel. Nee, we gaan eerst naar de president luisteren.